Het niveau zakt altijd wanneer ik spreek. Fijn dat u hier gewoon bent uit vrije wil. Ik ben door Karel gevraagd om een lofrede te houden voor Jean-Marie. Dus eigenlijk zou ik hier kunnen besluiten. Maar wanneer we moeite doen, voluntaristisch blijven, geen watjes worden, is het toch mogelijk om, nogmaals met enige moeite, een aantal positieve dingen over Jean-Marie te zeggen. Het eerste punt over Jean-Marie, en heel belangrijk, ook in dit boek, hij hoeft niet eens gelijk te hebben om hem toch gelijk te geven. En dat is een heel merkwaardig iets. Zelfs al denk je soms bij dingen die hij schrijft, dat is nu overdreven en hier kon hij toch iets gematigder zijn, wel, dan geef je hem toch gelijk. En die reden is heel simpel. Je geeft hem toch gelijk omdat zijn tegenstanders nog veel erger zijn. Uiteindelijk is hij een verrademing tegenover alle anderen die de waarheid ook menen te omarmen en dat op een minder sympathieke manier doen. Het tweede punt waar hij ook gelijk in heeft. Hij is altijd tegen de macht. Behalve in Middelkerk. Maar het feit dat hij toch zo'n reflex heeft om de machthebbers onderuit te halen, is iets wat misschien aan de ene kant heel Vlaams lijkt, maar wat anderzijds de meeste Vlamingen niet kunnen of niet durven te doen. Dus goed dat hij er is, al was het maar om de machtigen der aarde te tarten en om de relativiteit van hun ondermaanse bestaan heel scherp te laten inzien. Een aantal andere punten zou ik sneller kunnen behandelen. Bijvoorbeeld, een enorme zwakheid van Jean-Marie, die ik toch prijs, is dat hij, ik weet dat het verschrikkelijk klinkt, maar dat hij zijn dossiers kent. Dat is een ongelooflijk onethische uitwas in zijn politieke carrière. Maar helaas weet hij waarover hij praat. Ik herinner me, lang geleden heb ik met hem eens een interview gehad toen ik nog het televisieprogramma Nooit Gedacht maakte. En hij zei, ik heb me daar de hele dag op voorbereid. Anderen deden dat niet. En het was er aan te zien. Nog iets anders wat over Jean-Marie kan gezegd worden. Hij is de redder van de wetenschap. Namelijk door haar eigenlijk op de plaats te zetten die ze verdient. De wetenschap is een plaats waar onderzoek wordt gedaan. De methodische twijfel van René Descartes nooit wordt verworpen. Waar elk schijnbaar eindpunt het begin is van iets nieuws. En waar de consensus per definitie verdacht is, wanneer hij een plek wordt waarop mensen zich installeren zonder nog verder na te denken. Hoe vaak horen we vandaag niet zeggen, de wetenschap zegt. En dan verschijnt Mark van Ranst op de televisie. Ik stel me haar slanker en eleganter voor. En ook kritischer tegenover de eigen woorden. Een wetenschap zonder zelfkritiek is een voorlopige synthese op een doodlopend pad. En nu een laatste punt waar ik hem misschien overdadig prijs, maar ik ga het toch doen. Jean-Marie de Dekker is geen fatsoenlijk mens. En dat doet mij ontzettend veel plezier. Hoewel de fysieke realiteit anders lijkt uit te wijzen, is hij toch ouder dan ik. Maar we hebben beide de tijd meegemaakt in onze jeugd dat er ongelooflijk veel voor fatsoen werd gepleit. En toen haalden mensen van onze generatie uit naar de zogenaamde fatsoensrakkers, die achter een gordijn van hypocrisie toch probeerden te doen alsof ze wisten hoe mensen in de wereld moesten leven. De fatsoensrakkers werden uitgeroeid, dachten wij. Maar ze zijn terug.
Hoe vaak hoor je vandaag, vaak zelfs de mensen, dezelfde mensen, maar dan in een oudere versie die vroeger de fatsoensrakkers bestreden, zelf voor fatsoen pleiten. En dat fatsoen is natuurlijk geen hoogstaande ethiek. Maar een cultuur van uitsluiting van meningen die niet welgevallig zijn. Dat was zo vroeger. Dat is ook nu zo. En godzijdank zijn er mensen die kiezen tegen het schijnbare fatsoen, maar voor de inhoud. En je kunt alle mogelijke kwaad zeggen van Jean-Marie, maar die weg bewandelt hij en al jarenlang. En daarom is het misschien toch niet helemaal verkeerd om zijn boek te lezen als u niks beters te doen hebt.